Vorig jaar fietsten Carla en ik door Griekenland. Carla op haar elektrische Koga E-World Traveler en ik op mijn gewone Koga World Traveler. Die trapondersteuning beviel Carla goed. Voor mij ook. Dit jaar doen we twee dingen anders. Carla pakt toch weer haar oude vertrouwde World Traveler zonder trapondersteuning. En van mij moet ze één fietstas leeglaten voor een verrassing. We beginnen onze tocht in het Zuid-Italiaanse Brindisi. Langs de saaie vlakke oostkust fietsen wij via het barokke Lecce naar de stad Otranto, gelegen op het meest oostelijke puntje van Italië. Dit gebied is in de loop der eeuwen door vele volken bezet geweest. Een excess daarvan was de invasie van de islamitische Ottomanen. Toen de katholieke bevolking zich niet wilde bekeren, werden de vrouwen en kinderen gedood of afgevoerd als slaven en de mannen werden koelbloedig onthoofd. De restanten van de 830 martelaren liggen in 7 kasten in een kapel van de kathedraal van Otranto. Door de hak rijden we langs de Adriatische kust naar de vestingstad Gallipoli en blijven een extra dag in het mooie Martina Franca. Ten noorden van Martina Franca wordt het landschap gesierd door bijzondere huisjes, de zogenaamde Trulli-huisjes. Die werden gebouwd zonder cement tussen de stenen, zodat ze snel afgebroken konden worden als de belastinginspecteur langskwam. Langzaam fietsen we de zuidelijke Appenijnen in en bezoeken de mooiste stad van Zuid-Italië, Matera. Tot in de jaren 50 woonden de mensen hier in grotwoningen. En het was een achtergestelde vergeten streek tot het boek Christus kwam niet verder dan Eboli verscheen. Dat pamflet schudde de politici in Rome wakker. Er is meer waardering gekomen en er is geld geïnvesteerd in het renoveren van de oude monumentale stad. Tegenwoordig is het mede dankzij de James Bond film No Time to Die een toeristische trekpleister. Het weer is wat wisselvallig. Op een kleine weg in een bos lopen onze fietsen vast in de modder. Erik, je moet me helpen. Nee, je bekijkt, jij hebt de route gepland, je bekijkt het maar. Ja. Oh, nee hoor. Oh, wat gemeen. Lukt je een beetje, Carla? Het zit helemaal vast. Ja, kijk, ik zal even mijn fiets laten zien. En toch raden wij bij de vakantiefietser altijd spatborden aan. Tja. Onze fietsen die waren dus absoluut, konden we ze niet meer verrijden. Mijn achterwiel zat helemaal vast. Dus wat we nu aan het doen zijn, is de spatborden eraf halen, zowel voor als achter. En ondertussen is het harder gaan regenen, zoals jullie zien. En we moeten een kilometer of 2-3 naar de verharde weg weer. Hopelijk. Maar je ziet, hier kunnen we gewoon niet meer mee rijden. Asfalt, ja. Nou, goh, dat viel niet, dat was een zwaar stuk. Eerst maar eens gaan schoonmaken. Ja. Kijk hoe je... Moet je kijken. Dat is toch niet normaal. Ja. Oké, liefie. Jou of je? Ik ook voor jou. En waar die ene lege fietstas voor is, dat zie je in het volgende filmpje.